Ai strandan mi muore sui ti condre. Ja meidän liva keitoselle ostaras kuin aapunten velkoon tot tokama afliiper afrikanen metet for leaders for and beaten hidden. Het is vandaag onze 97e uitzending en u merkt dus dat wij gestaag naderen de einddatum van dit programma. Want 25 mei is de grote dag alwaar de kiezers naar de stembus zullen moeten gaan. Kijk lieve mensen, ik zal niet te veel wijden, maar we weten allemaal dus dat de procureur-generaal in een levend rapport het parlement gevraagd heeft om de heer Hoefdraad, de minister van Financiën, in staat van beschuldiging te stellen. We weten allemaal dus dat de mensen zich met hand en tand verzetten, want Abdul die had in eerste instantie gezegd, we gaan er niet aan meewerken, we gaan geen quorum verlenen, of we gaan niet, gewoon we gaan niet. En hij had ook gezegd dus dat wie is de PG om te komen bepalen dat die man in staat van beschuldiging moet worden gesteld. Hij zit toch niet op de stoel van het parlement? Wel nu. We zullen deze vraag voorleggen aan de heer Hermoengra, mijn gast van hedenavond. Dag, Herm. Ja, de Joyce, ook van mijn kant gegroet alle kijkers en luisteraars. Hoe vindt u die escapades van meneer Abdul ten aanzien van dat van de heer Hoefdraad, die door de PG aan het parlement gevraagd geworden is om in staat van beschuldiging te worden gesteld en waarbij ze zich met hand en tand verzetten? Nou kijk, over die meneer Abdul. Eigenlijk is, als je kijkt naar wat meneer Abdul doet en vaker heeft gedaan en blijkt dat hij alleen daarvoor goed blijkt te zijn, is om alles wat krom is recht te proberen te praten. Maar het heeft ook tegelijkertijd, wanneer je dat consequent doet en steeds op een nog ongeloofbaardere wijze, dan laag je ook je geloofwaardigheid kwijt. Tegenwoordig merk op zelf dat zelf kleuters eigenlijk praktijk praten van oh Abdul Aleman, begrijp je? Dus ik weet niet of we werkelijk waarde moeten besteden aan die dingen. In ieder geval is wel één ding, hij is als instrument gezet om een stukje anti-propaganda te voeren, want daar gaat het om. En meneer Abdul heeft zelf voordat dat ding in het parlement is, besluit is genomen, begon hij te zeggen van ik ga daar tegenstemmen en wij gaan daar tegenstemmen. Ik zou zeggen, als je dat al wist, dan waarom hou je die vergadering, waarom hou je die bijeenkomst? Je hebt al gezegd wat jouw standpunt is, zonder dat ding aan een discussie te ontwerpen. Dat ben ik een voorstel toe, dus keer, voorstel meer. Of je gelijk hebt of je niet gelijk hebt, begin ik te zeggen met die tegen. Maar dat geeft ook aan, want ik begrijp wanneer mensen op deze wijze reageren, betekent dat hij natuurlijk ze bang zijn voor iets. Ja. Men is bang voor iets waarvoor, ik denk, we weten niet precies, maar we kunnen wel daar indicaties in vinden. En die indicaties kan je vinden in de zaken waar het om deze gaat. De kwestie die meneer Hoefdraad is aangerekend, ja, met betrekking tot al die leningen, met een heleboel andere zaken. En die zijn in een levig dossier, heb je gezegd. Ik heb begrepen 130 of 135 pagina's. En laten we één ding goed vaststellen hoor. Dat dossier en die feiten is niet de VP, de PG daar heeft gezeten en zo heeft uitgedacht en heeft verzonnen en daar op een rijtje gezet. Het is wat de opsporingsambtenaren die het voorwerk doet, ja, bij het Openbaar Ministerie, etc. Die mensen, deskundige mensen op dat vlak, die fraude en corruptie en dat soort dingen moeten onderzoeken, hebben onderzoek gepleegd. En zijn gekomen en ze hebben een aantal bevindingen. Er zijn een aantal zaken boven water gekomen met bewijzen en al. En als ik kijk naar de zaken, Joyce, dan schrik je je dood letterlijk en figuurlijk. En eigenlijk is meteen al duidelijk dat als inderdaad meneer Hoefdraad aan een verhoor door de juridische instellingen wordt gesteld, zal hij waarschijnlijk niks anders dan met name moeten komen, wil hij niet alles
voor alles alleen verantwoordelijk staan, zoals men dat heeft geprobeerd. We offeren van Trick op en laat hij die slag nemen. Hè. We gebruiken hem en dan bakkerat gooien we hem voor de haaien. Maar dat zou dan ook hem voorkomen. En zo de namen blijkbaar. Als ik die dingen zo zie. Ja. Dat misschien de helft van het kabinet of en misschien van allerlei toppers eigenlijk gewoon de bak in moeten komen. En dat mag niet doorgaan. Daarom is het nu alvast, was het alvast, het was zelf voorspelbaar dat deze uitkomsten worden gegeven. De feiten liggen daar, zijn harde feiten. En ik ga je zeggen, zijn gruwelijke dingen. Als die dingen inderdaad allemaal, en ik wil niet eens aan twijfelen, het zijn nee, stukken, het zijn documenten, bewijsstukken. Ik ga je zeggen, Joyce, dit is, ik kan me niet voorstellen, een grotere rotzooi, puinhoop en een grotere vorm van frauduleren, manipuleren, allerlei wat je termen dat kan bedenken. Dit is onkan, dit kan niet, dit mag niet. Joyce. Ja, het mag niet. En het kan niet, maar toch zien we dus dat dit soort dingen in politiek Suriname gebeuren. We hebben ook gezien dus dat het parlement bij elkaar gekomen is. Ze hebben een commissie samengesteld met meer NDB'ers dan wat anders. En wat is uit de bus gekomen? Meneer Hoefdraad is gekomen. Je hebt een ellenlang betoog gehouden, heb ik van een paar parlementariërs begrepen. Daarna heeft hij om een schorsing gevraagd. En ze kwamen weer bij elkaar. En daarna hoor je dus dat de NDP stelt dat de vordering wordt afgewezen om deze man in staat van beschuldiging te stellen. Wat voor gevoel bekruipt je daarbij? Net wat ik zeg, ze hadden al aangegeven voordat zogenaamd zij hebben onderzocht, heeft meneer Abdul in vele bewoordingen aangegeven, wordt dit tegen. Al wie zo'n sapsaip zei, maar hoe begint dit tegen? Dus dat is gebeurd. Men heeft daar gewoon een show, een comedy daar op hangt, alsof er iets daar over moet worden onderzocht of bedacht. Maar het was al bij voorbaat vast, net wat ik zeg, hadden ze dat besluit al vast genomen. Dus het gevoel wat je bekruipt is wat ons eigenlijk al een tijdje bekruipt. Is er democratie? Is er recht? Is er recht in dat land? En zeker wanneer nu blijkt dat men van rechtssystemen, instituten probeert te bekladden, probeert in een ander licht, in een negatief licht te zetten en de betrouwbaarheid en vertrouwens van die instituten aan de kaak stelt, dan begrijp je het eindzoek. Dat betekent dat we vanaf nu, als het zo mocht zijn, als we horen naar de boren, moeten we geen enkele crimineel laten veroordelen, moeten we nooit meer iemand laten veroordelen, want de rechterlijke instanties zijn onbetrouwbaar, ze zijn partijdig, ze zijn weet wat. Nadat we al hoeveel honderden jaren met het systeem werken en op die wijze vele misdadigers naar het gevangen hebben gestuurd en opeens bleek omdat het nu gaat om een meneer die binnengeliederen is. En dat wil je zeggen, die onpartijdigheid die natuurlijk niet gewaarborgd is. Ze zitten met de meerderheid en dan is natuurlijk wanneer men ook het verstand en het geweten buitenspel legt. Dat betekent mijn werk op commando. Commando is, meneer, hoe heb je zee van me anders, hoe is het zo vervallen? Dan heeft men dat gedaan. Ja, ze moeten dat doen. En daarom zeg ik dus dat het volk erop gewezen moet worden, dat ze zich niet als makkelammetjes moeten gaan leiden naar de slagbank op 25 mei aanstaande. Want het zijn dit soort mensen die hebben gemaakt dat Suriname in deze rotzooi is komen te verkeren. Ja, toch? Ja, maar het is het volk dat die makkelammetjes die daar hebben gestemd, hè, ja, als makkelammetjes, ik ben zeker dat ze in hun geweten, in hun mind, zeker een paar van ze altijd tenminste, zullen weten dat wat ze bezig zijn te doen en zich hun stem aangeven niet juist is. Maar dat op commando doen. Het is een commando systeem waarbij je bevel is bevel. Al zeg maar je gaat bij de marine rap in het water springen, dan doen ze. En als mensen kiezen die eigenlijk als makkelammetjes zich laten lenen en die niet zelf eigen mening, eigen verantwoordelijkheid kunnen dragen, ja, dan gaan we dit hebben. Begrijp je? Ja, er is ook nog een ander ding waarvoor we moeten waken. We hebben begrepen dat er heel veel mensen die reeds lange tijd overleden zijn en mensen die niet meer hier woonachtig zijn, op de kiezerslijsten voorkomen. En we hebben ook begrepen dat er stemkaartenopname van die mensen zijn gemaakt. We vragen ons af
Wat gaat er gebeuren met dat soort van stemkaarten? Ook zijn er nog andere stemkaarten gedrukt, zogenaamd als vervanging stemkaarten. We vragen ons eigen moeder af, hoe verder met deze verkiezing? Kunnen we hopen op een eerlijk verloop van deze verkiezingen? Joyce, ik maak me ernstige zorgen. En gelukkig heb ik begrepen, vrijdag afgelopen, heeft niemand anders dan de onafhankelijke kiezersbureau, OKB, heeft namelijk aan de noodbel getrokken. De hoogste verkiezingsautoriteit heeft aan de noodbel getrokken, niet ik en jij. En die hebben namelijk aan de minister van Binnenlandse Zaken doorgegeven dat de kiezerslijsten per onmiddellijk moeten worden rechtgetrokken en moeten worden opgeschoten. Wat ze hebben gezegd, de OKB zegt, ze hebben de zaken gescreend. Ze hebben gegevens van de kiezers die op de lijst staan gematcht met hun gegevens. En ik ben, hou je goed vast aan die tafel, Joyce. En de conclusie is van het OKB dat bij 75% van alle adressen in het heel district Paramaribo en Wanica, die goed samen zijn voor meer dan 75% van alle stemmen in Suriname, mensen op adressen zijn ingeschreven. Tussen 10 tot zelf bepaalde gevallen 150 personen op één adres die daar totaal niet thuis horen. Precies in dezelfde bewoordingen van de OKB. Dat is natuurlijk, als dat zo is, en het kan ook is dat het zo is, want het is het OKB, ja, de hoogste autoriteit die dat constateert. Ja. Dan begrijp je dat de vraag is, moeten we onder deze omstandigheden naar die verkiezingen toe? Ik hoop en ik denk dat het wel mogelijk moet zijn dat dit recht wordt getrokken. Het betekent misschien alleen een heleboel uitprintwerk, dat we wat het matchen kan per computer, kan een aantal, heb ik begrepen van deskundigen, kan binnen een paar uren. Maar al die kiezerslijsten die naar de stembureaus gaan, moeten weer worden geprint. Misschien krijgen de printbedrijven overwerk, maar het moet kunnen en ik ben blij dat die opdracht is gegeven. De vraag is of de minister die daar de dienst uitmaakt en die en onder wiens beleid dit kon gebeuren. Dat er fraude is gekomen in het kiesregister. Onder zijn verantwoordelijkheid, hij had erop moeten toezien. Begrijp, misschien was de man niet goed gekozen, want hij was aannemer en opeens is hij minister geworden. Het is een heel ander verschil, twee verschillende vakgebieden. Ja, dat hij dat niet, daarom niet heeft kunnen zijn. Maar dat er soort, dat eigenlijk de hoofdstembureaus van enkele districten hebben ook nog, het zijn legale instituten, hè, geen personen, die hebben geconstateerd dat duizenden overleden mensen van tientallen jaren geleden overleden, blijken grootschalig op de kiezerslijst te zijn gekomen. Er blijkt dat zelf de lijst van inactieve kiezers, die dus niet behoort bij die lijst, is plotseling door iemand of wat dan ook, of op welke wijze is geplaatst, ook ingebracht in die officiële kiezerslijst. Hoe dat kan gebeuren, Joyce, weet Joost. Het kan niet anders gebeuren dan wanneer het opzettelijk gebeurt. En wanneer dat opzettelijk gebeurt, betekent is fraude. Er moet onmiddellijk een diepgaand onderzoek. Wie deze criminele daden, het is criminele daad. Het is manipulatie, het is doorgestoken kaart, het is in al zijn voegen heeft gepleegd en dient onmiddellijk moeten de desbetreffende verantwoordelijke worden opgesloten. Want dit is verregaand, het betreft de toekomst van het land. En je kan niet op die wijze frauderen. Dit is bijna onethisch, bijna onbeschaafd, onbehoorlijk, het is ongekend. Dat je hoort dat inactieve lijsten en mensen van dode mensen en mensen die met 10 tot 150 op een adres. En ik kan je zeggen, dus onze mensen op het veld die met die huis voor huis langs gaan en met de referentielijnen checken of mensen kloppen, hebben inderdaad dagelijks tot vanmorgen nog, heb ik gekregen van mensen die zeggen van meneer, we gaan daar en blijkt dat die mensen daar niet zijn. En dat schijnt overal, vooral in Wanica en Paramaribo, ja, bij de andere districten iets minder, dat die dingen zijn gebeurd. En het begrijpelijk waarom Wanica en Paramaribo, als je daarop manipuleert en mensen inbrengt, zie je het minder, omdat je over grote overleden praat. Als je dat in Coroni of in Ikeri of zo doet, valt het eerder op, omdat daar de populatie wat betreft kiezers kleiner is. De laatste vraag, Herm, gelet op de tijd.
Onlangs heeft de regering aangekondigd om de samenleving tegemoet te komen met een COVID-pakket of corona-pakket. Maar wat ik me zo afvraag, nu zo een 6-7 dagen voor die verkiezingen ga je pakketten uitdelen aan de mensen. Dat roept bij mij het gevoel en de vermoedens op dat dit speciaal gericht is om de mensen te brainwashen om voor ze te stemmen. Want COVID is ook in andere landen het geval. En daar hebben we gezien dat sinds jaar en dag men er eens bezig is geweest de mensen tegemoet te komen. Nu hier. 6-7 dagen voor de verkiezingen. Wat voor gevoel? Nee, niet een gevoel. Het is een berekende strategie. Men heeft het berekend. En men denkt knap te zijn. Het ziet. En natuurlijk, een paar domme mensen zullen erin trappen. Men heeft het gedaan 5-6-7 dagen. Men weet dat dat pakket dat men zogenaamd wil gaan doen, onuitvoerbaar is. Dat geld is er niet. Dat geld is er niet om iedereen die geen werk heeft 1500 per maand te geven. Om AOV's met 100% op te trekken en pensioenen zoveel procent. En om allerlei dingen. Amoni dat Nodé, Joyce schreef het op. En men weet het, dat Anodé. Maar men begint het voor te overlopen. Om dat alleen te doen. Indien men werkelijk zo. En men was een maand geleden begonnen. Dan had je inderdaad een deal misschien kunnen realiseren. Als dat centen er was. Ja. Maar dat centen is er niet. Want je weet dat de bezouders nog geen hun gelden van maanden niet hebben gekregen. Ja. Je weet dat AOW'ers een heleboel AOV nog niet eens helemaal zijn uitbetaald. Je weet dat hoeveel aannemers nog niet zijn betaald. We weten dat ziekenfonds en doktoren niet zijn betaald. Omdat dat geld er niet is. En nu kom je met een gigantisch spaarpakket. Het is gewoon een worst. Die men heeft voorgehouden. Maar hoor al worst, ja. Ik kon dat zo of je door wordt naar mij. Na de verkiezing vervindt men even snel een smoesje wanneer als men nog aan de macht is om je te zeggen waarom het niet kan. Begrijp je? Ja, precies. Dus dit is een vorm van misleiding, van voor de gek houden van mensen, van onmogelijke schaal. En ze hebben het geld niet waardaard dat men probeert. He, men wil in gaan breken. Waar wil men dat geld gaan halen? Men wil gaan inbreken op de kasreserves. Vandaar dat we ben begrepen dat meneer Hoefdraad vindt dat de centrale bank met alle macht 1,5 miljard moet gaan geven. Uit wat? Niet uit jouw geld. Niet uit geld dat de overheid heeft gespaard. De overheid is bankroet, meer dan bankroet. He, maar uit de kasreserves, de gelden. De spaargelden van mensen die via de normale particuliere banken daar geparkeerd is. You money, me money, allama money. Daar wil hij wel aan gaan geven om het daarna nooit meer terug te betalen. Ja. We kennen ze, dus ja. Laten we hopen dus dat de mensen toch wel hun gelden krijgen. Wat we hopen het, maar we weten niet als dat aan de hand gaat. Laten we niet belazeren, het geld is er niet. Je kan er niet en als je het gaat doen, is het weer tegen onmetelijke schulden die niet aanwezig zijn, de mogelijkheden. De enige manier zie je wel met geld van het volk gaan roven om een ander deel van het volk uit te gaan delen. Je doet het, het zou niet slecht zijn, maar dan moet je doen wat je kan. Je kan niet boven je stand gaan leven. En minder moet je mensen een worst gaan voorhouden die er niet is. Dankjewel Darren. Lieve mensen, ik ben gekomen aan het einde van dit programma. Ik blijf het altijd zeggen, die rode potlood, hè, dat moet u niet vergeten op 25 mei. Dit is uw wapen om deze mensen weg te jagen. Echt wel wegjagen, want deze mensen hebben te veel gedaan met die samenleving. Moet ook aan gaan safri aan doen. Ook trangen wat voor de man. Die zien we een paar stond erop in een katreetje. Dus lieve mensen, laten we hopen dus dat we een beter Suriname gaan krijgen. Voor wat dit programma betreft hebben we nog 2 programma's, denk ik. De ene op dinsdag en de ene op zaterdag. Dan is het afgelopen voor wat betreft verkiezingsprogramma's. Maar in elk geval, ik wens een hele fijne tijd verder en tot de volgende keer. Dag!